Afgelopen zondag was het weer zover. De 34e jaarmarkt werd ook dit jaar weer georganiseerd. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, nee. Heel vroeg in de ochtend hebben de dorpsvlegels weer gezorgd voor genoeg kramen. En met genoeg bedoel ik meer dan 200. Zoals gewoonlijk was er weer van alles te doen en te zien op onze jaarmarkt. Niet alleen sokken, sokken en nog meer sokken, nee. Ik kwam Bella tegen van Bella en het Beest, dat binnenkort speelt in de Tiliander. Rustig, elke dag heeft een vast patroon. In dit dorp zeggen alle mensen altijd maar gewoon. Verder kwam ik een van de gilden tegen. Vorig jaar leerde zij scherven brengen geluk. En daarom deed ze ook dit jaar weer een gooi. Een heel eind de schoolstraat in stond weer een standwerker ouderwets zijn producten verkopen. Met tomaatjes is een van de moeilijkste groentes om klein te krijgen. Alleen met die foodshoppen krijg je het zonder problemen gewoon in hele kleine blokjes. Geen puree, geen pulp, geen pap, maar kleine gesneden blokjes. Lekker kopje thee met suikeratsoep. Zo makkelijk kan ik ze namelijk gewoon klein snijden. Schoonmaken is ook nog eens over nagedacht, want we gaan het gewoon even uitspoelen onder de kraan. We gaan het uitje in de vieren doen. We halen dat glazige velletje eraf. Beetje taai en bitter. Twee handen erop en zo simpel. Is dat uitje weer klein. Je gaat huilen van blijdschap. Ja, dat is één, Oh ja, dat scheelt stuk. Naast de druk bezochte kramen, de goed gevulde terrassen, de loterij van de harmonie en alle andere bezigheden was er natuurlijk ook plek voor de kinderen. Op deze zonnige eerste zondag van mei.